Hoi allemaal! In dit filmpje ga ik jullie vertellen over kwadratische formules. Wat zijn dat nou eigenlijk? In de vorige filmpjes heb je al gezien wat nou eigenlijk kwadraten zijn en hoe we ze gaan toepassen. Heel belangrijk, want dat gaan we dus nu doen met de formules. Hier zie je een voorbeeld van een formule, van een kwadratische formule. Je ziet de formule aantal stippen is n in het kwadraat. De letter n die staat voor een figuurnummer. Ik laat jullie steeds een figuurnummer zien en daarmee zie je een aantal stippen. Die stippen kan ik uitrekenen met de formule die je nu op het scherm ziet. Als voorbeeld, als ik nou mijn allereerste figuurnummer laat zien, ziet hij er zo uit. Heel simpel, 1 stip. 1 in het kwadraat is 1. Als ik dus voor de letter n 1 invul, komt er ook 1 uit. Zou ik figuur nummer 2 laten zien, ziet hij er zo uit. Vul ik het getal 2 voor de plek van de n, dan krijg je dus 2 in het kwadraat. 2 in het kwadraat is 4. Je ziet daardoor ook 4 stippen. Bij figuur 3 zie ik 9 stippen. 3 ga ik op de plek zetten van de letter n. Dan krijg je dus 3 in het kwadraat. 3 in het kwadraat is 9. Zou ik dit doen met figuur nummer 4, dan zie ik dus 16 stippen. Zet ik 4 op de letter n, dan krijg je dus 4 in het kwadraat. 4 in het kwadraat is 16. Dit is al een voorbeeld van de kwadratische formule. Nu ga ik de formule ietsjes moeilijker maken. Ik zet namelijk er eentje erbij. De formule verander ik dus in n kwadraat plus 1. Bij figuur nummer 1 zet ik dus 1 stip erbij. Bij figuur nummer 2 1 stip erbij, bij figuur nummer 3 1 stip erbij en bij figuur nummer 4 1 stip erbij. Bij elk figuurnummer komt er 1 stip erbij. Als ik nou zou vragen aan jullie, hebben jullie enig idee hoeveel stippen in het totaal zou zijn bij figuur nummer 6? Dus wat is de uitkomst bij n is 6? In dat geval zou ik op de plaats van de n het getal 6 invullen. Ik krijg dan de formule bij aantal stippen is n kwadraat plus 1, 6 in het kwadraat plus 1. Dus in plaats van dat ik de letter n inzet, zet ik mijn figuurnummer nu neer, het getal 6. De volgorderegel zegt dat we eerst het kwadraat moeten nemen van 6, 6 in het kwadraat is 36 en 36 plus 1 is 37. Dus bij figuur nummer 6 horen er 37 stippen. Zo zou je met die formule alle aantallen stippen kunnen uitrekenen van elk figuurnummer. We gaan in dit filmpje verder kijken naar kwadratische formules. Hier zie je ook een formule. De formule is i is x² min 4. We gaan voor de letter x het getal 5 invullen. Dan zeggen we ook wel, vul voor x 5 in. Als we dat doen, dan gaan we voor die formule i is x² min 4 het getal 5 invullen. De letter x vervang ik met het getal 5. Ik krijg dan i is 5 kwadraat min 4. Als eerst gaan we het kwadraat nemen van 5. 5 in het kwadraat is 25, dus 25 min 4. En 25 min 4 is 21. Dus voor x is 5, komt er een i uit van 21. Maar uitkomst is dus 21. We gaan hem ietsjes moeilijker maken. We gaan namelijk in de formule die je daar ziet, gaan we voor de x min 6 invullen.
Nu moet je goed opletten. Er is namelijk een regel: als we een negatief getal invullen in de kwadratische formule, dan moeten we die altijd tussen haakjes zetten. Ik ga de x vervangen met min 6. Min 6 is een negatief getal. Dus die x die we zien bij i is x² min 4, die x gaan we vervangen met min 6. Let op, min 6 is negatief, dus we zetten min 6 tussen haakjes. Zo, dan krijgen we i is min 6 kwadraat min 4. In het vorige filmpje heb je namelijk gezien dat er een verschil is, dus als die min 6 tussen haakjes staat of niet tussen haakjes. Nou, je doet x kwadraat, x keer x, dus ik moet ook doen min 6 in het kwadraat, min 6 keer min 6. Min 6 keer min 6 wordt 36. Dus je krijgt i is 36 min 4. En i, of 36 min 4, is dus 32. Goed onthouden dus, als ik een negatief getal invul in de kwadratische formule, altijd tussen haakjes. Een ander voorbeeldje. Hier zie je i is min x² plus 8. We gaan voor de x het getal 7 invullen. Het getal 7 is geen negatief getal. Dat betekent dus dat ik niks tussen haakjes hoef te zetten. Ik vul voor de plaats in de plaats x het getal 7 in. Dus ik krijg i is min x² plus 8, oftewel i is min 7 kwadraat plus 8. Ga niet denken, maar ik zie min 7, dat was negatief, dus die moet dus haakjes. Nee, ik heb gezegd, als ik de x ga vervangen met een negatief getal, dan moet het dus haakjes. Maar nu zeg ik dat x het getal 7 is en 7 is positief. Min 7 staat niet tussen haakjes, oftewel daar komt uit min 49. En min 49 plus 8 is min 41. Dus i is min 41 is de uitkomst. Nu gaan we een negatief getal invullen in de formule. In de formule die je dus daar ziet, i is min x² plus 8. Nu krijgen we deze regel weer. We gaan een negatief getal invullen in de kwadratische formule, in dat geval altijd tussen haakjes. Let goed op, alleen de letter x gaat tussen haakjes. Dus je krijgt i is min, want dat staat er al in de formule, en de letter x ga ik vervangen met een negatief getal min 9. Dus die min 9 komt tussen haakjes. En dat in het kwadraat plus 8. I is min min 9 kwadraat plus 8. Min min 9 kwadraat wordt ook wel min 81 plus 8. En min 81 plus 8 komt min 73 uit. Min 73 is het eindantwoord. We doen nog één voorbeeldje. Als ik de formule heb i is x plus 3 kwadraat min 4. En ik ga voor de x het getal 10 invullen, dan is 10 sowieso een positief getal. Dus voor de x ga ik het getal 10 invullen. Bij de formule i is x plus 3 kwadraat min 4, krijg je dus i is 10 plus 3 kwadraat min 4. We gaan eerst de haakjes uitwerken. 10 plus 3 is 13. 13 in het kwadraat min 4. 13 in het kwadraat is 169, dus je krijgt 169 min 4. En 169 min 4 is 165. Laten we nu x is min 10 invullen. Min 8. Let goed op. X is een negatief getal, is min 8. Als ik die ga invullen in de formule, zou je denken, meneer de Beer zegt, het moet tussen haakjes.
Echter, in dit geval hoeft dat niet. Waarom niet? Omdat ik die min 8 niet meteen in het kwadraat ga doen. Ik ga namelijk in dat haakje eerst plus 3 doen. Het mag wel tussen haakjes, maar het hoeft helemaal niet. Als ik het zo opschrijf, min 8 plus 3, dan ga ik dus als eerste nu de haakjes uitwerken, want dat zijn de rekenregels. We gaan eerst de haakjes doen. Min 8 plus 3 is min 5. Let goed op, ik moet het kwadraat nemen van wat de uitkomst is van dat haakje. En min 5 is nog een negatief getal, dus ik laat min 5 nog even tussen haakjes staan. Min 5 in het kwadraat is 25, dus je krijgt 25 min 4. En 25 min 4 is 21. Zo heb je drie verschillende voorbeelden eigenlijk gezien met drie verschillende formules. En elke formule gaat op een andere manier. Kijk het filmpje nog heel even terug op het moment dat je tegen dingen aanloopt wat toch wel heel moeilijk is. Stel me eventueel de vragen, laat nog een comment achter en kijk anders nog even terug naar de andere filmpjes op de website wiskundebeheer.nl. Nou, heel veel succes allemaal. Laat een likeje achter op het moment dat je dat graag wil, zodat je weet van hey, dit onderwerp snap ik helemaal. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende filmpjes. Doei doei!